doorgaat. En dat je natuurlijk een paar nieuwe elementen aan toevoegt. Maar het is eigenlijk toch Koninginnedag doorgezet. Het is een nationale feest van Nederland en iedereen viert het op een hele mooie manier. Maar is het ook echt uw stijl? Het is een manier van nieuwe evenementen en nieuwe elementen toevoegen aan een bestaande dag. En de mooie dingen moet je natuurlijk niet veranderen. En dat zijn de dingen die ik mee heb kunnen brengen. Ook iets meer, dus de media mee kunnen laten kijken. Dat is denk ik wel mijn stijl. Maar voor de rest is het toch ook de traditie van het samen vieren met z'n allen. Veel aandacht ook voor het bedrijfsleven, hier bijvoorbeeld op dit plein. Waarom vindt u dat zo belangrijk dat dat ook wordt benadrukt? Ik heb alleen maar gezegd, heb gevraagd aan een centrale stad in de regio zichzelf te presenteren. De invulling, die leg ik bij de stad neer. Ik denk dat dat ook kan, omdat steden die de kennis hebben van wat de beste manier is om de regio, in dit geval de Drechtsteden en Dordrecht, te presenteren aan de rest van Nederland. En ik denk aan de rest van de wereld. En dat hebben ze heel mooi gedaan. U ook gefeliciteerd, majesteit. Hoe vinden de prinsesjes het? Ja, geweldig. Ze vonden het ontzettend leuk en ook leerzaam om te zien wat er verschillende soorten boten en schepen bestaan. En wat allemaal hier in het hele Drechtsteden gebeurt. Die is heel veel. Hartelijk dank. Mooie dag. Burgemeester! Alexia! Burgemeester! Amalia! Burgemeester! Alexia! Burgemeester! Klein beetje de burgemeester ervoor. Burgemeester aan de kant. Oh man.